De vakantie is weer bijna voorbij. Kortom, tijd om van jouw luie reet af te komen en weer actief aan de slag te gaan. Dat zit vandaag wel goed bij de Breda Urban Trail. Let's go! 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. De Urban Trail voor het eerst in Breda vandaag. En nu volgt de onvermijdelijke vraag: wat houdt dit evenement precies in? Een Urban Trail is een hardloopevenement waarbij deelnemers het parcours verkennen en ontdekken. Het gaat er absoluut niet om wie het snelst over de finish komt, maar juist om het bekijken van gebouwen, door gebouwen heen lopen, lopen, trappen op, trappen af, komen op unieke locaties in Breda. Wat we proberen bij een Urban Trail is een stukje cultuur en architectuur te combineren met een hardloopevenement. Zou je een paar van die unieke locaties kunnen noemen vandaag? Ja, het begint natuurlijk al bij het Holland Casino. Wat al uniek is om daar hardlopend doorheen te gaan. Daarna gaan de lopers naar het MES, een poppodium. Dan loop je over het podium heen bijvoorbeeld. Een van de mooie locaties vind ik zelf is de Koepel. Dat is natuurlijk een unieke locatie voor Breda. Daar kom je ook niet zo snel als loper doorheen. Dan kun je eigenlijk al niet hardlopen natuurlijk. Ik kan me toch voorstellen als jullie contact opnemen met een van de vele locaties en jullie vragen: wat vinden jullie ervan als we met honderden duizenden lopers dwars door jullie gebouw komen rennen? Dat ze daar een beetje vreemd op reageren. Hoe is dat precies gegaan? Ja, we maken eigenlijk van tevoren altijd een lijst. En dan moeten we zeggen, het concept bestaat al even, vorig jaar voor het eerst geweest. Wij benaderen locaties en vertellen het concept en wat het inhoudt. En eerst is het toch wel even voor de locatie van, goh, 2000 man door mijn gebouw, kan dat wel en hoe doe je dat? Maar op het moment dat je het uitlegt dat we in weef starten en in een fuik starten, waarbij je eigenlijk maar een meter breedte nodig hebt en het niet zo gaat om de snelste tijd, dan draai je de meeste wel om. En op het moment dat je laat zien wat andere edities inhouden en ze zien filmpjes en hoe leuk het was, ja, dan zijn ze bijna altijd om. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Dames, hoe gaat het tot nu toe? Ja, heel goed. Super. Onwijs leuk. En dat we ook dingen tegenkomen in ons eigen stadje waar we al zo lang wonen, waar we totaal geen weet van hebben. Ja, echt heel erg leuk. Ja, we waren net bij de uitvindfabriek in de farm. Ja. Nou, daar hebben we echt even staan kijken, staan kletsen. Wat is dit nou precies? Echt heel leuk. En wat zijn nog meer locaties waar jullie je ogen uitkeken? Godsam, het station, het hele station. Heel dat stuk, ja, dat is allemaal mooi. Het zegt ontdek je stad. En de watertoren zo naar boven, daar was ik ook nog nooit in geweest. Heel erg. Want dat betekent dat we hier allemaal bijna ons hele leven al wonen. Dus dat is echt. Ja, ik vond het Grand Theater, wat vroeger Grand Theater was, waar nu de boekhandel in zit. Ja, daar hebben we vroeger filmpjes gekeken. Dus de popcornlucht, die hing er nog een beetje. Ja. Dat was echt heel leuk, ja. Bijna bij de finish, gaan we nog halen? Ja, ja zeker wel. Bier in zicht. Bloed, zweet en tranen, maar het bier is in zicht. En bier is in zicht, ja, absoluut. En het ontbijt. En het ontbijt. Daar gaat het om, hè? Ja, absoluut. Nee, de medaille, daar ging het om. Oh ja, de medaille. Ja, ja. Ja, die ga ik morgen op mijn werk omdoen. Nee. Bij deze afgesproken, op het werk, morgen. Oké, let's go, dames. Oh, dat is een goede.